Er loopt een aantal onderzoeken naar de vraag, met name naar de nationale politie. Dat is ook gewoon simpelweg omdat we op dit moment niet kunnen overzien wat daar nog verder nodig is. En natuurlijk zijn er allerlei mensen die zeggen dat er van alles nodig is, maar ik wil het ook weten. En ik vind ook dat ik uw Kamer moet kunnen zeggen, dit is nodig, niet meer en niet minder. En dat, voorzitter, zal betekenen dat we de uitkomsten daarvan hebben bij en rond de voorjaarsnota. En zoals in de brief staat, zullen die knelpunten, zal ik strijdvaardig, voorzitter, zoals de heer, dat woord kan ik mij, daar kan ik mij veel bij voorstellen, zal ik mij strijdvaardig opstellen om die knelpunten opgelost te krijgen. En dat staat ook in de brief. Ik ga ervan uit dat die reservering afdoende is. Het woord strijdvaardig vind ik fantastisch. Daar ga ik de minister ook aan houden. Maar er zitten twee problemen in de brief van vrijdag. Ik gun de politie een fantastische CAO. Maar we kijken wat dat betreft naar onduidelijkheid. En het tweede is een bedrag van 50 miljoen... wat bij alle andere ministeries wordt opgehaald. Ik wil daar in algemene zin nu van de minister horen. Strijdbaar, prima. Maar als het leidt tot nieuwe gaten, worden die gaten gedicht. Ja, voorzitter, heer Pechtold weet als geen ander dat ik dat niet kan zeggen, want dat is niet alleen aan mij. Als het aan mij was, zou ik zeggen, het is geen probleem. Maar dat is het niet, voorzitter. Ook hij weet dat dat zal afhangen van de financiële plaatjes in het voorjaar. En ik zeg erbij, ik zie nog een ander knelpunt, staat ook in de brief. Dat is de nationale politie en de vraag in hoeverre zij in staat zijn om te voldoen aan de efficiëntievoordelen die zijn ingeboekt, ervan uitgaande dat dit jaar die personele, de hele reorganisatie zou zijn afgerond. Als dat niet zo is, dat blijkt in het voorjaar, dan zal mijn strijdvaardigheid op dat punt ook noodzakelijk zijn. Dus er zijn meerdere elementen waarvan ik niet zeker weet wat daar de omvang van is en waar het in het voorjaar, en dat staat ook in de brief, die mede ondertekend is door de minister van Financiën, dat naar die knelpunten dan ook wordt gekeken. Ik zal alles doen, zeg ik in de richting van de heer Pechtold, om die knelpunten ook opgelost te krijgen, maar dat kan ik, voorzitter, niet alleen.